De burger moet zich weer 100% veilig gaan voelen. Operatie Veilig Suriname is op vrijdag 7 januari gestart. En de politie heeft in het weekend reeds duizenden SRD's aan boetes uitgeschreven. Inspecteur van politie Milton Kensmil zegt in gesprek met onze redactie dat de politie in het weekend op verschillende plekken diverse feesten heeft moeten stopzetten en zelfs dubbele boetes aan dezelfde organisatoren heeft moeten opleggen. Dubbele bestuurlijke boetes heeft moeten opleggen aan organisatoren die ervan uitgingen, de politie is al een keertje geweest, dus de maai tik de kans om dat wat ze ja na vertrek van de politie gewoon door te gaan. Dan krijg je een tweede boete. In het afgelopen anderhalf jaar is de focus van de politie iets wat verlegd door de maatregelen die moesten worden getroffen in verband met de COVID-19-pandemie. Operatie Veilig Suriname moet de politie terugbrengen naar haar core business. En zal dus ook op het gebied van de verkeersveiligheid de politie preventief optreden met verhoogde surveillances, zegt Kensmil. De surveillance in de ochtend, de middag, maar ook de avonduren op punten waar onze inlichtingendiensten ons hebben aangegeven, hey, besteed extra aandacht eraan, dat de politie zichtbaar aanwezig is in die omgevingen. Ja, de hardrijders, er zijn veel meer verkeerscontroles. Ja, deze week onder andere, er is al een programma in elkaar gezet waarbij de politie op verschillende punten gelijk op hetzelfde tijdstip ja, verkeerscontroles zal uitvoeren over het hele land. Ja, in alle regio's dat de politie bezig zal zijn. Dus wij vragen van deze kant uit aan de weggebruikers, zeker de automobilisten, bromfietsbestuurders enzovoorts, dat ze zoveel als mogelijk hun bescheiden bezig hebben. Operatie Veilig Suriname is voor nu ingesteld tot en met de maand april, maar inspecteur Kensmil laat weten dat als na evaluatie blijkt dat het project moet worden voortgezet, dit ook zal gebeuren. In verband met operatie Veilig Suriname is het nummer 105 in het leven geroepen voor de burgers om klachten door te spelen. Klachten kunnen ook worden doorgespeeld op het gebruikelijke verkorte nummer 115.